Zo, daar zijn we weer. We gaan verder met Tour 16, week 3. Zoals jullie zien heb ik nu al mijn halve stokjes gemaakt. Kijk, tadaa. Zo hier en daar wat bollen, maar dat trekt zich vanzelf recht. Goed, we gaan beginnen. Tour 16. Haak 1 lossen en werk draaien. Even draaien, zo. Wat wordt er gezegd? Haak 2 stokjes in 1 steek. Dus in deze steek haken we gelijk 2 stokjes. Dat is eenmaal een meerdering. Dat doe je in het begin en ook aan het einde. Als je nou zoiets hebt van ja, ho, wacht even, ik vind het meerdere wel leuk, maar voor mij niet. Laat die staan, doe die niet. Dus ga gewoon gelijk beginnen met 1 stokje en sla 1 steek over. Goed. Dan gaan we. 1 steek overslaan en een V-steek. Dat is een stokje los, een stokje in 1 steek. Dus we doen eentje overslaan, 1 stokje, 1 lossen, 1 stokje in 1 steek. Dat is de eerste. Ik moet even mijn draad goed doen, want ik merk dat ik in de knoop zit. Dan doe je niks. Dan sla je alleen deze over. 1 steek overslaan en in de volgende 1 stokje, 1 lossen, 1 stokje. We gaan nu echt de baas opbouwen voor toer 17. Dus weer 1 steek overslaan in de volgende. 1 steek, stokje, 1 lossen en 1 stokje. En weer 1 steek overslaan in de volgende. 1 stokje, 1 lossen en 1 stokje. Weer 1 steek overslaan in de volgende. 1 steek, 1 lossen. En 1 stokje, sorry. Kijk, dan zal hij nog wat een beetje wat gaan bollen. Geen paniek. Als we hier straks die waaiertjes van 5 stokjes in gaan maken, dus 5 stokjes vaste, 5 stokjes vaste, 5 stokjes, gaat het helemaal prima komen. Wordt helemaal recht. Geen zorgen daarin. Ga gewoon dus stokje, losse stokje, 1 steek overslaan, stokje, losse stokje, 1 steek overslaan. Maak het helemaal tot het einde. Tot hier. En in de laatste steek, dus je eindigt waarschijnlijk hier, heb je 2 steken over. 1 steek overslaan en in de laatste maak je 2 stokjes. Dus 1 meerdering. Nogmaals, als jij niet wil dat hij verder uit gaat lopen, maak je hier maar 1 stokje in. Dit voor toer 16. Het duurt te lang om dit allemaal in één videootje te gaan haken voor jullie. Dus ik ga dit videootje afsluiten. En ik ga de volgende zo direct starten als ik klaar ben met deze tour. Het zal niet lang duren, maar hou de pagina bij de hand, want ik ga zo verder. Alvast heel veel succes!